Hey hallo en welkom weer terug bij een nieuwe video kanaal vandaag spelen wij de nieuwe update van Emergency Hamburg uh, update 3.2 en ik heb hier het dev forum naast mij. Uh, en daar uh, staat best wel wat mooie dingetjes in. Uh, zo hebben wij een nieuwe bank-app. Die kunnen we er wel even bij pakken. Die staat al gelijk open. Hamburg Bank. Kunnen we wel geld kopen voor Robux en geld versturen. Maar ik heb nog niet genoeg transacties. Voordat je geld kan versturen, moet je hier 20 transacties hebben staan. Dan pas kun je geld versturen. Ik kijk ook opeens tegen iemand zijn voeten aan. Want de gezelligheid die hangt in de lucht. Uh, er zijn ook wat hele leuke nieuwe. Uh, dingetjes toegevoegd, zoals de nieuwe uniform bij Undercover Politie. Uh, hij is wel veranderd, dat kun je zien. Vind ik hem heel veel mooier dan de oude? Weet ik niet zeker. Maar het is in ieder geval een nieuwe uniform. En die is er, dus daar moeten we maar mee leven. Uh, ik ga even snel met Bagatti in springen. En dan gaan we naar een brandweerkazerne, want daar is ook wat nieuws. 2000 years later. Oh, dan hebben we ook nog even tussendoor Dus Ze hebben we nu ook allemaal van dit soort grote reclameborden in de stad staan. Hier: uh, Do you think helping us is a matter of trust? Wie doet toe? Uh, van de Adak. Zou de tekst veranderen als we de taal op Duits zetten? De tekst verandert niet. Gad Ja, prachtig. De Cent Money Translation zit er dan weer niet in. Als we naar Russisch of Spaans gaan, ook niet. Als we naar Russisch gaan, ook niet. Dus dat moeten ze nog eventjes fixen. Uh, maar misschien omdat dat echt een actieknop is, uh, kan dat niet in het script. Ik weet niet hoe ze de boel hebben gemaakt. Uh, maar in ieder geval, we zijn bijna bij de hoogtepunt aangekomen. En daar hebben ze wat heel cools, daarvoor moeten we even helemaal naar boven lopen. Later. En dan zijn we helemaal boven aangekomen. Als er nou een melding komt, dan je zit hier lekker in de office, of je zit hier in de meetingroom, waar ze ook wat gaafs hebben gedaan. Ze hebben nu hier mooi feuer weer Hamburg staan. We hebben bij het politiebureau uh, hebben we dus staan. Maar stel dat er komt een melding binnen, iedereen hier opstaan en dan rennen we niet naar de trap toe, maar naar deze palen. En dan hangen we hier aan de paal en dan glijden we zo in één keer. Naar de garage toe. Wat mooi, wat prachtig, wat wauw. Uh, ik heb eventjes om te testen deze auto erbij gepakt. Uh, en uh, dan gaan we eventjes testen. Of uh, er staat ook dat ze namelijk dingen, nog meer dingen hebben toegevoegd op de achtergrond. Uh, alleen dat zijn niet de dingetjes waar we eigenlijk van hoopten. Die ook al geleakt zijn. Dat is dat we deze konden gaan gebruiken. Maar... Dat is helaas niet zo. Dat is wel jammer. Ik had echt gehoopt dat hij er nu eindelijk een keer was. Uh, maar dan moeten we helaas nog een keer op gaan wachten. Dan gaan we nu eventjes naar de. Oh, we moeten ook de gevangenis in, zie ik. Want daar is ook wat veranderd. Uh, free Camel Private Service kunnen we niet testen. Maar daar zijn ook wat kleine dingetjes mee veranderd. Uh, even kijken. De, de bug waarbij arrestanten konden bewegen. Weet je We gaan even naar het busstation en dan pakken we eventjes die bus en dan uh, praten we daar wel mee verder. One eternity later. Zo, en dan zijn we hier aangekomen bij het busstation. En dan gaan we gelijk even over wat leuks beginnen. Ze hebben namelijk gefixt dat robbery loot, zoals cookies, maar ook vooral de. hoe heet het? Uh, de, 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 de stapeltjes geld. Die je krijgt bij het overvallen van tankstations en toolshops. Dat dat in de grond gaat glitchen. Dat is zo hinderlijk. Maar dat hebben ze gefixt als het goed is. Dat zegt ze in ieder geval. Gaan we ook zo testen. We hebben de Mercedes Omnibus erbij gepakt. Het heet een Omnibus omdat hij hier zo'n knakpunt heeft. En wat ze ook hebben gedaan is dat je de bus niet eens meer op slot kan zetten. Je hebt gewoon de hele functie voor het op slot zetten niet meer in je hut zitten. Nou, dus dat is wel leuk. Uh, dus uh, wij gaan eventjes, denk ik, uh, een kort rondje rijden in deze timelapse. Zo, dat stond ook in de update, iets met optimalized data streaming. Nou, dat, dat merk ik ja Optimal Zo, nadat de opname is gecrashed en uh, weer terug zijn, maar ik als goed, dus wel de oude opname nog steeds kan gebruiken, we zijn we weer terug in de München Hamburg. Uh, ik zou jullie niet weer gaan plagen met hetzelfde. Ja nou dus we kunnen uh, geld, uh, gaan we toch een beetje doen. Kunnen, je kan dus per geld transferen als je 20 transacties hebt. Die omnibussen die kosten allebei 1400 XP. Uh, train, uh, ja dat is een goede. Uh, daar gaan we even naartoe rijden alvast. Er was ook een bug dat je truck niet gekoppeld werd aan je trader. Hebben ze nu ook gefixt. Uh, even kijken. De nieuwe Unicoffer uh, uniform hadden we al. Uh, fixed de, de bug uh, waar brand geen damage deed. Uh, ook de bug waarin je de taxis op slot kon zetten. Ik dacht dat dat geen bug was. Ik dacht dat dat gewoon normaal was, maar oké. Okay. Uh, nieuwe rood obstructie. Emergency calls voor de brandweer. En uh, ook. Wat hebben ze nog meer? Uh, de bug waarbij players, dus mensen, die konden, nog steeds elkaar konden slaan. Ook al hadden ze geen stamina meer, nou dat is wel fijn dat ze dat hebben gefixt. Uh, de bug waarbij de, de dispatch messages, dus bij de brandweer en bij de politie, in aandacht dat zo'n message komt van de server, uh, dat die niet vertaald wordt. Dat is natuurlijk heel irritant, want dan snap je er geen hout van. Uh, iets met een scrollbar, maar die werkt niet helemaal lekker, geloof ik. En dat was het zo'n beetje, maar dus ook. Dat hier, bij het treinstation, hele mooie bordjes zijn komen te staan, met hoe lang het nog duurt totdat die trein komt. Dus ik weet niet waar die stinktrein is. Ah, die staat hier over één minuut. Dan gaan we even wachten op de trein. O, de spoorboompjes gaan er dicht. En ik zie al een treintje in de verte aankomen rollen. We kunnen geen foto nemen van de trein. We zijn een echte treinsporter vandaag. Uh, even kijken, wat staat er nu op het woordje? 0 minuten. Ja, nou, dat klopt. Want de trein is aangekomen. Die gaat naar de city toe. Het is de trein S1. We gaan niet met de trein mee, want dat is veel te veel gedoe. Uh, even kijken. Uh, dan hebben we dat is ook, Dat werkt ook gewoon hartstikke goed. Nu moet ik alleen een manier gaan uitvinden om in de gevangenis te komen. Want daar is ook wat geüpdate. One Eternity Later. Oh, we zijn aangekomen bij de bank uh, overval op op, op taser maar hou me aan meneer hou me aan haal me aan alsjeblieft meneer hou me aan niet schieten niet schieten gewoon gewoon taseren en handboeien gebruiken meneer alsjeblieft Ni niet schieten neem maar gewoon neem maar gewoon mee naar de gevangenis ik wil mee naar de gevangenis het is geupdate dus ik wil in de gevangenis ik blijf wel gewoon staan opa dan ben ik houdt hij met de missers aan ik hoop ik dat hij me even snel overbrengt naar de gevangenis. Zo, nou, dit is echt een van de nieuwste van de nieuwste spelers die er zijn, geloof ik. Wel al in de vito. Um, we gaan even lekker wachten tot we in de gevangenis zitten. Twelve seconds later. Zo, opa, zijn we in de gevangenis aangekomen. Dan moeten we snel zijn. We hebben één minuut om hier uh, over te praten. Oh, je ziet nu wel al dat hij aangepakt. is. Oh. Gelijk weer reclame van de politie. Maar ze hebben een voetbalveldje toegevoegd, een soccerfield. Uh, ja, doe maar toe. Ik heb toch niet zoveel aan die auto op. En gebeuren er ook nog leuke dingen als ik score? De bal rolt gewoon weer uit het doelpunt. Maar oké. Okay ja hebben we de politie Hamburg, de dus suspiciously good jobs. Met twee hele blije agenten. En het is wat groter geworden, er is een boompje bijgekomen. Ik denk twee boompjes bijgekomen. Er staan nu ook twee picknicktafels daar. En je kunt dus nu voetbal spelen terwijl je in de gevangenis zit. Ook hebben wij nog 20 seconden. staat hier een cavia ofzo. Ik weet niet, een capybara, een cavia. En dan van de gek uh, mafhadig wezen. En dat is zo'n beetje alles... Uh, wat er is gebeurd, wat er, wat er is geüpdate. We gaan uh, eventjes, zodra we uit de gevangenis zijn naar de brandweer. Gaan we eventjes wachten op zo'n nieuwe roodkal. One eternity later. Zo, nou. Geen melding uh, waar we op gehoopt hadden. Maar toch een melding. Het park is in de fik, dus dat moeten we even blussen. Daar gaan we lekker geen timelapse van doen, want dat duurt veel te lang. Uh, dus, uh, uh, jullie gaan gaat zo zien als het park is geblust. 12 seconds later. Hoppa. Zo, uh, de boel is opgeruimd. Alles is uit. Dus we gaan nog één keer wachten op een melding die we echt willen. En dan uh, zijn we zo weer die terug. Later. Er is olie op de weg gevallen. Dat is nog steeds niet echt de melding die we, die we willen. Maar komt er wel al meer in de buurt. Wij gaan met de paal naar beneden glijden. En wij rennen even naar die melding toe. One Eternity Later. Zo, aangekomen bij de melding hebben we gewoon weer een plaatplassen olie die op de weg liggen. Verder niet heel interessant. Uh, ja, dat, ja, dat, dat, dat wordt hem dan denk ik. Maar we hebben niet zoveel geluk vandaag gehad. We zijn één keer gecrashed. En uh, de melding die we graag willen krijgen, die krijgen we maar steeds niet. Dus uh, hopelijk hebben we binnenkort bij een, nieuwe amb uh, bij een nieuwe brandweer- of ambulance dienst wel uh, geluk. En krijgen wij we wel de melding die we graag willen. En dan uh, zien we jullie graag morgen om half zes weer terug. Ik hoop dat jullie lekker gaan genieten van de update. En dan, uh, dan zien we jullie morgen om half zes graag weer terug bij een nieuwe aflevering.